kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Niel de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en... Never mind. Het is een zeer slechte morgen. Omwille van, het is nu al 8:15. Je ziet, ik zit nog op mijn appartement. Normaal gezien moet ik tussen de muren zitten van... Bewel Sint-Truiden. Er is weer al deze nacht iets gebeurd. Ja, jullie hebben het misschien al gemerkt. Ik heb een aparte video deze keer online gezet. Omwille van... Er zijn geen toeren meer wat er bij mij gebeurt. Wat ze bij mij bezig zijn. Ik heb sowieso al één ding zeggen. Ik ga sowieso al één ding zeggen van, ik laat het hier ook niet bij. Ik ben ermee al mee verder aan het gaan. Ik ben weer al deze nacht dus wakker gebeld. Niet alleen via een gewone nummer, ja het is een gsm nummer. Maar ook via de privé nummer. Dan houdt het er niet bij op. Dan gaan ze nog verder via Messenger. Echt waar, mensen. Waar zijn jullie toch mee bezig? Waar zijn jullie toch godsnaam mee bezig? Is het om mij echt schaakmat te zetten? Dat ik niet meer ga vloggen of... Wat? Ik weet het niet meer wat er juist scheelt. Dus bij deze. Dan weten jullie dat. Ik ben gewoon op, mensen. Ik ben gewoon op. En dan moet ik nog kunnen gaan werken. Ik ben heel veel... Ik ben echt heel eerlijk om. Ik ben echt heel dicht bij een burn-out, mensen. Het gaat bij mij niet meer. Het is echt heel moeilijk aan het worden voor mij. Echt heel moeilijk. Ik, ik kan ook geen plezante vlogs meer maken. Omwille van... ik ben nu nog altijd ziek kapot. Omwille van... Het blijft niet met alleen met dat bellen alleen, hè. Mensen, daar moet je ook aan denken. Uw nachtrust wordt echt letterlijk en figuurlijk ook echt überhaupt onderbroken. Dus ik heb ook een klein beetje vertellen hoe ik me voel. Dus die werd dus, ja, dat wordt gewoon poefbaaf onderbroken met die telefoon. Dan word je wakker. Dan, echt waar, mensen. Ik heb zelfs deze nacht nog geweend. Omwille van dat ik het niet meer aan kan. En... ik ben er echt onderdoor aan het gaan. Dus ik... moet ik het zeggen, ik ben nu echt heel zwaar om mijn woorden aan het denken van hoe ga ik dat vertellen. Dus ja, ik heb achteraf nog zitten wenen en dan zeg ik ook nog te piekeren. Dus dan krijg ik ook weer een heel moeilijk in slaap. Dan als je terug in slaap zit geraakt, dan gaat de wekker. Je duwt die af.
Ik dacht dat ik die op snozen had afgedrukt, maar blijkbaar dus niet. Dus ik heb echt letterlijk en figuurlijk door mijn wekker heen geslapen. Waarvan ik denk zelfs niet dat die. Ik denk niet zelfs dat die is afgegaan. Waarvan dat ik op de stille modus had gezet. Dan werd ik wakker om 7:50 deze morgen. Ja, natuurlijk, veel te laat voor het werk. Maar per geluk is mijn werkgever ook op de hoogte van wat er eigenlijk een klein beetje gaande is. Dat is ja, dat ik ben wakker gebeld en al. Dus, en hij begrijpt dat ook. En hij is ook wel blij dat ik dat niet zo laat, dat ik daar ook echt verder mee gaat. Maar echt waar, mensen. Wat hebben jullie daar echt aan om mij wakker te houden? Dat is echt mijn allergrootste vraag. Wat voor plezier hebben jullie daarin? Voor mij echt. Ja, continu wakker te bellen. Wat plezier hebben jullie daar echt in? Ik weet het niet. Want, ik wil niet. Jullie gaan sowieso niet winnen. Ik ga mij ook niet laten doen. Sorry als ik het zeg, maar ik ga mij ook daar niet laten mee doen. Dat is, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik blijf gewoon doorvloggen, punt. Als jullie het willen of niet, ik blijf gewoon doorvloggen. Ik ben een keiharde kerel. En deze laat zich niet doen. Echt niet. De deze laat zich ook niet met zich sollen. Want die gaan nog wel weten waar. Ja, waar hun mee bezig zijn. Want ik heb al research-werk gedaan. Als je echt mensen zijn nachtrust verstoort op eender welke manier, daar zitten celstraffen op. Celstraffen van 5 tot en met 15 dagen. Geldboete van €50 tot en met €300. Dat hangt van de graad af hoe erg dat het ook is. Dus echt waar. Alsjeblieft, stop met mij te stalken. Dank u. En nu ga ik nog even verder rusten. Ja, beste kijkers, er gaat ook vandaag geen Q&A zijn. Omhoog van. Ik ga nu naar mijn schatje toe. Ik heb ook al wat gaming movies gemaakt voor jullie. Die staan dan ook al integraal online. Dus veel kijkplezier. Ik ben echt. Nog op. Ik ga niet te lang te laat maken bij mijn schat vandaag. Kan zijn dat ik misschien al om 7:30 al terug thuis ben. Voilà, zei. Ik ga vertrekken. Veel tot s'avonds allemaal. Ik ga nog even wat op Pokémon's jagen. Vooraleer dat zij gaat appen van ja, je mocht doorkomen. Dus ik ga wat chimmetjes afbreken. Yubikai. Oh my man, het is druk. Allee, ik ga dus wat Pokémon's vangen. Tot s'avonds. Hallo kijkers. En welkom nog op het laatste gedeelte van de vlog. Ik ga ook een stukje over mijn gevoelens vertellen. Dat is
Ja, dat het niet goed gaat bij mij. Ik ben op, ben dood op. Echt waar. Zo gelijk wat ik ook op de planning had staan, woensdag wou ik iets heel leuks doen. Wou ik de nieuwe Trackmania Nation, de nieuwe Trackmania van 2020 aan jullie vertonen. Maar dat gaat niet door, gewoon van ik heb mijn nachtrust nodig. Ik ben ook al vandaag al te laat al opgestaan om gaan te werken. Dat is ook al één. Dat is ook al te maken van een lichte burn-out. Dat je gewoon door de wekker slaapt. Dan, ik heb nu ook last van mijn maag. Omwille van de stressfactor zit helemaal omhoog terug aan het komen. En dat speelt heel veel parten op mijn maag. En ja, ik moet wel de laatste tijd veel windjes laten. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ben ook moe. Ik weet ook niet soms wat ik nu nog allemaal doe. Ik heb vandaag ook voor jullie nog. Ik blijf nog altijd voor jullie werken. Hoe moeilijk dat het ook is, want ik heb ook vandaag 2 gaming movies gemaakt voor jullie. Om mijn zinnen te verzetten. En dan, ja. Want daarna ben ik gewoon integraal even terug gaan rusten. Toen ben ik doorgegaan terug naar Bea toe. Om samen iets te eten. Nu nog een klein rondritje maken. Ik ga nu van Alken naar Steenvoort, Steenvoort Hasselt en dan van Hasselt terug naar Alken toe. En dan is het tijd om gaan te slapen en hopelijk een hele goede nachtrust gewenst. Echt waar. En dan morgen waar ik echt nu deze keer zit naar uit te kijken. En jullie gaan het nu echt ook heel raar vinden. Is... Ik kijk er naar uit om naar de politie te gaan. Ik kijk er eens naar, echt naar uit. Omhoog van... Via deze weg wil ik ook al laten zien... Dat ik niet aan, door mij laat zollen. Ik laat niet met mijn voeten spelen. Ik laat mijn nachtrust niet verstoren. Allee, ja, niet verstoren. Kom, het lukt wel. Maar... Ten deze blijft er dan niet bij zitten. Van, och... Dat gebeurt maar 1 keer of 2 keer en dan is het alweer voorbij. Nee. Zo ben ik niet. Dus bij deze weten jullie dat. Hoe ik mij dus ook voel. En wat ik dan ook telkens keer doe. Als sanctie. Het is ook niet leuk voor de Discord mensen. Omhoog van, dan kom ik op nu... pak weiniger op Discord omhoog van dat ik mijn rust nodig heb. Dan kan ik ook niet chatten omhoog van dan lig ik gewoon in mijn bed. Wat GSN spelletjes te spelen, ik geef het eerlijk toe. Dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. Nee. Dus bij deze. Ik ben blij dat jullie even verstandig geluisterd hebben naar mijn uitleg wat er allemaal juist gaande is. Dus dat is echt... de telefoonplaag, want ik word lastiggevallen via een gewone gsm nummer en via privé nummers en ik word dan ook nog lastiggevallen via Messenger. Je moet weten, als je dat echt met bewust doet om mij wakker te houden, ik heb een research gedaan. Staat er een celstraf op van 5 dagen tot en met 15 dagen. Geldboeten vanaf €50 tot en met €300. Moest nog meer zijn eigenlijk, vind ik. Dan komt dat ook nog eens op uw strafblad te staan. Ook helemaal niet leuk, hè? Helemaal niet leuk. Bij deze. Ik ga jullie nu laten.
Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Echt abonneer. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van wanneer dat er een nieuwe vlog of filmpje online komt. Bij deze, tot morgen. Yo.